Hey, goeiedag. Mijn naam is Robin Nijman en welkom bij een nieuwe video van Investeren in de Toekomst. Vandaag ga ik het met jullie hebben over Cassava Sciences. En Cassava Sciences is een aandeel wat eind dit jaar mogelijk keer 11 kan gaan. Cassava Sciences is een bedrijf dat een medicijn ontwikkelt omtrent Alzheimer. En gemiddeld gezien, historisch gezien, hebben bedrijven het heel erg slecht gedaan in de laatste fase om een medicijn of behandeling omtrent Alzheimer op de markt te brengen. Gemiddeld is hier maar 6% doorheen gekomen van al deze bedrijven die een behandeling of medicijn op de markt wouden brengen. Alleen Cassava Sciences laat zien aan de hand van data die zij hebben gedaan omtrent onderzoeken, dat zij het vele malen beter doen. En gemiddeld wordt verwacht dat zij een slagingskans hebben om dus het medicijn op de markt te kunnen brengen van 66%. En dit ligt dus 11 keer hoger dan de 6%, wat gemiddeld is historisch is gezien omtrent het brengen van een medicijn of behandeling op de markt omtrent Alzheimer. Na de intro ga ik dieper in op waarom staat het aandeel op dit moment maar op 6% gewaardeerd in plaats van het eigenlijk 66% zou moeten zijn en waarom dus een heel interessant aandeel kan zijn op dit moment naar mijn mening. Ik wil nog even benoemen dat ik geen financieel adviseur ben. Ik maak dus het video's om informatie aan jullie te verstrekken en ik hoop dat ik jullie ook een klein beetje kan vermaken. Doe ten alle tijde zelf onderzoek en probeer een beleggingsvisie te creëren. Maak vervolgens op basis van die beleggingsvisie financiële keuzes, zodat ook op het moment dat het moeilijk wordt en de markt bijvoorbeeld langere tijd naar beneden gaat, dat jij je aan je beleggingsvisie kunt houden en dus niet in paniek raakt. Vind je de video tot nu toe leuk en wil je mij en mijn kanaal ondersteunen? Laat dan even een like achter op deze video en abonneer op mijn kanaal. Op dit moment hebben wereldwijd 55 miljoen mensen een vorm van dementie. Nou, Cassava Sciences maakt dus een medicijn omtrent Alzheimer, wat dus een vorm van dementie is. En in 2050 wordt geschat dat het rond de 139 miljoen zou liggen. En dit zijn dus echt gigantische cijfers. Dit zal dus in de aankomende jaren tot en met 2050 alleen maar meer en meer worden. Op dit moment is er nog niet echt een goede behandeling rond Alzheimer of dementie. Er zijn wel behandelingen op de markt rond deze ziekte, alleen zijn dit eigenlijk behandelingen of medicijnen die maar een minimaal effect hebben op Alzheimer of een andere vorm van dementie. En Cassava Sciences laat zien in onderzoeken dat zij wel daadwerkelijk een groot verschil kunnen gaan maken voor mensen met Alzheimer. Bij het op de markt brengen van een medicijn of behandeling moet een bedrijf door verschillende fases. Ze moeten in totaal door 3 fases. In fase 1 wordt op een kleine groep de veiligheid en in dit geval van Cassava Sciences een medicijn getest. In fase 2 wordt het testen van een werkzaamheid uitgevoerd. Nou, bij Cassava Sciences ging het om een groep van ongeveer 50 mensen. Want Cassava Sciences heeft nu ongeveer fase 2 afgerond. En gaan nu naar fase 3 toe. En in fase 3, de laatste fase, wordt de werkzaamheid op een grotere groep mensen uitgevoerd. En daarnaast wordt er ook een placebo-onderzoek uitgevoerd. Eind 2022 wil Cassava Sciences één gedeelte van 2 onderzoeken omtrent fase 3 hebben afgerond. En dit zijn heel erg dure onderzoeken, omdat hier heel veel mensen moeten worden getest. Nou, je hebt een lab nodig, je hebt wetenschappers nodig. Gaat heel veel tijd in zitten in het onderzoeken en analyseren van de data. Dat moet allemaal heel strikt worden gedaan. En daarnaast moet ook de FDA, de Food and Drug Administration van Amerika, moet het ook gaan controleren. Dus dat kost gewoon heel erg veel geld. En daarom gaan we even kijken, oké, wat is de financiële situatie van Cassava Sciences op dit moment? Op dit moment heeft Cassava Sciences een cashpositie van 241 miljoen. Jaarlijks verliezen ze ongeveer 30 miljoen. En dit betekent dus dat ze voor de aankomende jaren niet met geldproblemen komen te zitten en dat ze hun onderzoeken kunnen blijven uitvoeren. Cassava Sciences gaat nu fase 3 in. En fase 3 gaat ongeveer nog 2 jaar duren. Dus het is dus belangrijk dat Cassava Sciences voor de aankomende 2 jaar het geld heeft om deze onderzoeken uit te voeren. En uit de financiële cijfers blijkt dat zij het geld hebben om deze onderzoeken uit te gaan voeren in de aankomende 2 jaar. Op dit moment worden de 2 onderzoeken van fase 3 uitgerold. En dit zullen de laatste 2 onderzoeken zijn die onder toezicht oogt van de Federal and Drug Administration, de FDA, wordt uitgevoerd. Nou, Cassava Sciences wil dus eind 2022 het eerste onderzoek hebben afgerond. Dit zal een heel belangrijk moment zijn, want op het moment dus dat het eerste onderzoek is afgerond van fase 3, komen ook deze gegevens naar buiten en kan dus ook gaan kijken van oké, hoe goed is de werking en de veiligheid van het medicijn en hoe groot is dus de kans nu dat deze ook daadwerkelijk op de markt kan komen. Op deze afbeelding met verschillende dosissen wordt bepaald wat voor effect de behandeling op de biomarkers heeft
waarin wordt gekeken omtrent Alzheimer. Nou, biomarkers zijn biologische markers die aan kunnen geven of iemand ziek is. En die kunnen voorspellen hoe ernstig een ziektebeloop zal zijn. Of die laten zien hoe een behandeling werkt of niet. En wat we hier zien is dat het placebo-effect bijna tot geen effect heeft. En soms zelfs het tegenovergestelde werking heeft van wat het medicijn laat zien. Daarnaast zien we dat een dosering van 100 milligram de werking van het medicijn over het algemeen beter effect heeft dan bij een dosering van 50 milligram. Het is erg belangrijk dat een placebo eigenlijk weinig effect laat zien. En dat juist het medicijn veel effect laat zien. Want dat betekent dus dat het niet een bepaalde mentale staat is. Dus dat je jezelf als ware voor de gek kunt houden. Maar dat daadwerkelijk het medicijn zijn werk doet. Wat bij de 50 patiënten naar voren kwam tijdens het onderzoek, is dat het medicijn positieve effecten heeft op de cognitieve functies bij patiënten met Alzheimer op zowel de 6, 9 en 12 maanden. Dus deze patiënten hebben voor 6, 9 en 12 maanden het medicijn gebruikt. En steeds werd er meer verbetering gezien op het gebied van cognitieve functies. Wat bij andere medicijnen en behandelingen vaak was, is dat tot en met 6 maanden dat er echt positieve cognitieve functies werden gezien. Alleen dat het daarna wat terugnam en eigenlijk het effect steeds minder en minder werd. Juist bij Cassava Science zien we dat het juist meer en meer wordt. En dat is een heel erg positief teken dat het een goed medicijn is. Nogmaals, dus fase 3 bestaat uit 2 onderzoeken en die worden op dit moment uitgerold. Het eerste onderzoek zal 1 jaar gaan duren en het tweede onderzoek zal 1,5 jaar gaan duren. Dus het eerste onderzoek van fase 3 zal eind 2022 klaar zijn, wat dus een belangrijk moment is. En het tweede onderzoek zal halverwege 2023 klaar zijn. En nou, daar gaat het dus een heel erg belangrijk zijn van oké, wat vindt de Federal Drug Administration, de FDA, van het medicijn? Is het veilig genoeg en is de werking significant goed? Dat het ook de moeite waard is om het medicijn op de markt te zetten. In een interview met de CEO van Cassava Sciences begin december van 2021 gaf hij aan dat hij naar een 100% zekerheid streeft van het op de markt zetten van het medicijn. En dus als we gaan kijken wat het gemiddelde is, dat is dus 6%. Nou, hij gaat ervan uit dat zij naar een slagingspercentage kunnen toewerken van 100%. En hij is er zelf heel erg zeker van dat het medicijn gaat slagen om op de markt te komen. En dat de CEO, natuurlijk als CEO zijnde moet je achter je medicijn staan. Maar hij laat gewoon heel duidelijk zien in interviews dat hij super achter het medicijn staat. En zijn onderzoekers staan eigenlijk ook zo achter het medicijn. Gemiddeld zijn analisten bullish over het aandeel. Er zijn weinig analisten die hun mening geven over het aandeel. Van de 3 analisten is de 1 analist very bullish en 2 analisten zijn bullish. Gemiddeld hebben de 3 analisten een prijstarget van $140 over 1 jaar, dus eind 2022. En dit betekent dat Cassava Sciences met 185% zal stijgen in het aankomende jaar. Dit medicijn van Cassava Sciences gericht op het behandelen van Alzheimer is eigenlijk ook het grootste project waar ze op dit moment mee bezig zijn. Ze hebben hiernaast geen andere inkomstenbronnen, dus andere behandelingen of medicijnen al lopen, waardoor ze dus inkomsten genereren. Dus daarom is het eigenlijk super belangrijk voor Cassava Sciences wat deze behandeling of wat dit medicijn gaat doen in de toekomst. Ze zijn eigenlijk op het moment dat dit faalt, dan hebben ze geen andere inkomstenbronnen of andere grote projecten waar ze mee bezig zijn. En dat zal betekenen dat stel dat dit medicijn niet op de markt mag komen, dat eigenlijk Cassava Sciences in één keer bijna niks meer waard is. En daarom in dit geval, dit is echt een high risk, high reward play. Naar mijn mening is het risico nemen waard. En daarnaast vind ik het gewoon een heel erg interessant bedrijf wat zij doen. En ook, ik heb zelf ook van dichtbij meegemaakt wat Alzheimer met een persoon kan doen. En hoe vreselijk dat is als je daar doorheen moet. Ook als familie zijnde. En daarom vind ik het fijn om in dit soort bedrijven te investeren. Omdat ik voor mijn gevoel echt een stukje investeer in de toekomst. En echt ook daadwerkelijk mensen kan helpen door dit soort investeringen te doen. Vond je het een leuke video en wil je mij en mijn kanaal ondersteunen? Laat dan even een like achter. En wil je vaker dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Hey, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.